Dames en heren, jongens en meisjes, MMA DNA, UFC 209 preview. En ook een previewtje voor Bellator wat vanavond plaatsvindt tussen titelgevecht in de Women's Featherweight Divisie tussen Marlous Kunin en Julia Budd. Maar laten we beginnen met UFC 209. Nieuws net naar buiten gekomen. Khabib Nurmagomedov naar het ziekenhuis getransporteerd. 3 uur verdwegingen. Vecht niet tegen Tony Ferguson. Interim title fight. Lightweight title fight gecanceld. Laten we daar eerst even over hebben. Want het is wel een soort van breaking news. Ja, het is inmiddels al een uurtje verder. Maar ja, Lennart. Wat vind jij ervan, man? Ja, wat vind ik ervan? Ik denk dat dit het gevecht was. Wat de kaart zo interessant maken. Je hebt natuurlijk een spectaculair main event. En de prelims kent ook wat goede matchups. Maar Khabib tegen Tony was wel echt het gevecht waar iedereen naar uitkeek. Ik denk dat, ja, dat eigenlijk de hele MMA-wereld teleurgesteld is. Het was een mooie partij geweest. Ik ben benieuwd wat je misschien gaat doen. Ik weet dat al een aantal geleden op Twitter een call hadden gemaakt om op 1 dag notice nog even in te stappen. De tijd zal het leren. Ja, Stefan. Ja, het was wel balen, weet je. Vanaf ik heb die weging een beetje zitten volgen vanmiddag. En eigenlijk werd al snel bekend dat er in ieder geval iets aan de gang was rondom Khabib. Dus dan hoop je in ieder geval misschien haalt hij het gewicht net niet. En dat er dan misschien nog alsnog een gevecht komt. Desnoods dan maar niet om een interim titel. Want zoals Lennart al zei, iedereen wil dat gevecht gewoon graag zien. Maar ja, helaas moest hij toch naar het ziekenhuis. En blijkt het toch erger dan we allemaal dachten in het begin. Volgens mij heeft hij 1 keer eerder problemen gehad, hè, met gewicht halen. Dus we weten dat het best wel op het randje voor hem is. Ik zag wel dat er veel mensen al weer richting AKA gingen bashen in de chat en dergelijke. Maar of het echt de schuld is van AKA in dit geval, het heeft niks met sparren te maken gehad deze keer. Dus ja, het is gewoon het is jammer, zonde. En ja, ik denk ook inderdaad dat dit potentieel het leukste gevecht op de kaart was. Maar goed, er blijft in ieder geval nog genoeg over om van te genieten, denk ik. Klopt, maar hoe zien jullie, hoe staan jullie daar tegenover? Kijk, we weten niet precies wat er is gebeurd, natuurlijk. Maar stel je voor, het is Khabib zijn schuld dat hij het gewicht niet heeft gehaald. Ik zeg maar wat. Vinden jullie dan dat hij verplicht moet worden, want het zou de tweede keer zijn, om naar welterweight te gaan? Of vinden jullie dan van, nee, het is een top lightweight, laten we nog op lightweight. Hoe zien jullie dat? Stefan. Ja. Of Lennart, waar ben je uit? Ja. Stefan, oké. Nee, maar ik denk eigenlijk dat je hem zeker nog wel een kans moet geven. Ik bedoel, we hebben genoeg vechters gehad die meerdere malen hun gewicht niet halen. Kijk bijvoorbeeld naar een Johnny Hendricks. Die is dan nu uiteindelijk natuurlijk wel naar middleweight gegaan, maar toch. De laatste keer was UFC 160. Dat is, hoe lang is dat geleden, Marcel? Ja, de hele tijd. Laat daarop wachten. Ja, precies. Dat is al een hele tijd geleden. En al die andere keren dat hij vocht. Het zijn niet heel veel keren geweest natuurlijk, omdat hij lang geblesseerd ook is geweest. Maar zag hij er gewoon goed uit. Kwam hij goed voor de dag. Geen medische mankement. In ieder geval niet wat bekend is geworden. Dus ik hoop dat dit een incident is. Want ik zie hem gewoon heel graag op lightweight vechten. En ik zou hem ook graag... ik had hem graag voor de titel ook willen zien vechten. Dus wat mij betreft mag hij nog wel een kans krijgen. Ja. Dat ben ik ook eens. Op zich, Khabib, ik vraag me ook wel eens af, want hij traint natuurlijk wel redelijk dicht bij Vegas. Hij hoeft niet van de andere kant van de wereld te komen waar hij daar ook nog eens mee te maken heeft. Dus ik ben benieuwd of de reden gewoon is omdat hij een verkeerde inschatting heeft gemaakt qua voedsel, trainingen, krachttraining en wellicht de sauna. Ik denk, ik hoop dat hij daar nog mee komt. Ik verwacht het eigenlijk niet. Al helemaal Khabib kennende, die zal alweer wat gaan schreeuwen. In plaats van echt daadwerkelijk vertellen wat er nou aan de hand is. Ja, dat denk ik ook. Ik vond het trouwens wel heel erg classy van Ferguson. Ik weet niet of jullie die tweet hebben gezien die hij eruit heeft gestuurd. En dat hij gewoon echt oprecht zei van, hey gast, beterschap en we komen elkaar vast nog wel een keer tegen. Mm-hmm. Ja, ook voor Ferguson is het natuurlijk gewoon ontzettend balen. Ik bedoel, die man die heeft gewoon het gevecht van zijn leven ook uiteindelijk. En kaart voor getraind, zijn gewicht gewoon goed gehaald. Zelfs met zonnebril op haalde hij zijn gewicht nog. Ja. Dus wat dat betreft, ook voor hem zonde, weet je. Dat is gewoon voor het hele evenement zonde. Het was al niet uitverkocht, dus de ambiance zal al niet heel spectaculair zijn. En ze verliezen toch echt wel een van de belangrijkste gevechten. En dat is wel jammer. En zeker na de prestaties. Ik weet dat niet iedereen een fan is van de Ierse
lightweight kampioen. Maar dit is wel echt een groot gevecht. Als hij deze had gewonnen, dan zou hij hoogstwaarschijnlijk wel tegen de Ierse kampioen vechten, Conor McGregor. En dat loopt hij nou wellicht ook mis, tenzij de UFC de keuze maakt om het gevecht toch tegen de kampioen neer te zetten over een... wanneer is het International Fight Week? Nou, juli. Juli. Ja. Nou, het zou me niks verbazen als het dan pas weer iets met het lightweight kampioenschap gebeurt. Maar ja. Spannend. Ja. Ik denk, of je moet het gevecht tussen Khabib en Ferguson opnieuw inplannen. Of je moet Ferguson de kans geven tegen McGregor voor de titel. Want nu heeft Ferguson wel een streepje voor Khabib. Voor mij waren ze gelijk. Nummer 1 en 2, weet je. Het was voor mij eigenlijk vrij gelijk. Maar ja, Ferguson is gewicht gehaald. Khabib heeft het niet gedaan. Dus Ferguson is van nu een stapje omhoog gegaan, vond ik. Ja. En als we dan toch even kijken, en ik mag er een beetje eigen wil bij gooien. Is dit toch wel een hele mooie main event voor een introductie voor een UFC-evenement in Rusland? Het zou wel cool zijn, maar ja, wie weet. Maar wat denken jullie? Want Eddie Alvarez die wou al invallen, Michael Johnson ook. Verwachten jullie nog iemand die één dag van tevoren? Nee. Ik denk niet dat Tony het accepteert gewoon. Denk ik ook niet. Denk ik ook niet. Volgens mij was Johnson niet van naar buiten gegooid van het is nu wacht op Tony om het te accepteren. Hè? Dat de UFC zelf al akkoord was. Maar goed, dat is ook een afwachten natuurlijk. Misschien kan het ook zijn om een beetje druk te zetten op het eventueel gevecht. Ja, die gasten zien gewoon geld. Die denken van ja, weet je, als we dit kunnen redden, dan lopen we ook wel redelijk binnen qua geldkraan. Maar Tony die gaat het nooit doen. Dat is veel te groot risico voor hem. Aan de ene kant, Johnson is wel het enige gevecht in de UFC wat hij verloren heeft. Ja. Dus als hij misschien wel de zin heeft om te vechten en hij wil iets rechtzetten, ik zeg maar wat. Eens. Maar ja, ik denk het raast niet. Man. Nee, lijkt me ook niet. Lijkt me sterk. Het zou me ook niks verbazen als het kamp van bijvoorbeeld Eddie zegt, oh maak die call-out maar, het is goed voor je imago, het gaat toch niet gebeuren. En dat het gewoon eigenlijk een imago trucje is in plaats van daadwerkelijk echt iets in beweging te zetten. Ja. Die tweet van Eddie irriteerde me allemaal. Kijk, het is op middleweight. Kijk, je kan er naar vragen. Maar dan meteen weer $20 tekens erbij te zetten. Jongen, je hebt vorige keer al veel te veel gekregen voor iets wat je niet hebt laten zien. Dus ik heb zoiets van, wat zit je met je dollar tekens? Ja, daar ben ik wel met je eens. Hij zat op 185 of zo, hè, zei hij in die tweet, geloof ik. Ja, hij zei, doe op een catchweight of op een middleweight. Ja, maar dat gaat Tony sowieso niet accepteren. Natuurlijk niet. Hé, hey, we hebben een evenement wat er dus aankomt. Ja, vannacht natuurlijk Koenen tegen Bud. Ja, wil je eerst over UFC of eerst over Bellator gaan nemen? Maakt mij niet uit. Awkward silence. Gooi maar eens UFC erin, toch? Eerst UFC, oké. Okay. Ja, we beginnen met de prelims. Dat gevecht werd vorige week trouwens pas bekend. De CES MMA kampioen maakt zijn debuut in de UFC. Andre Sukhamtat, geweldige achternaam om uit te spreken, tegen Albert Morales, die dus werd ontdekt tijdens Dana White Looking for a Fight. Bantamgewicht gevecht. Eerste gevecht dus voor Sukhamtat. Derde gevecht voor Morales, die nog altijd op zoek is naar een overwinning. Morales had een draw in zijn eerste gevecht tegen Alejandro Pires. En verloren van Thomas Almeida, vrij recent. Stefan, wat denk je van dit gevecht? Ja, Sukhamtat leek een zware weightcut te hebben gehad. Hij was natuurlijk CES-kampioen ook, hè? Hij zou eigenlijk de titel gaan verdedigen, maar toen belde de UFC. En toen had hij zoiets van, nou, laat ik die overstap maar gaan maken. Morales, daar komt het ook nog niet helemaal lekker naar buiten natuurlijk. Hij was natuurlijk al redelijk gehyped via Looking for a Fight, hè, zoals je net al zei. Dus ik verwacht wel dat het een close gevecht zou worden. En uiteindelijk denk ik dat André aan het langste eind gaat trekken. Oké. Okay. Lang af, hoezie. En dat Morales... Dat ze denk ik wel Morales richting de achterdeur naar buiten gaat. Oké. Okay. Denk je dat als hij deze partij verliest, dat hij dan elders mag vechten? Ik denk dat hij dan zijn geluk ergens anders mag beproeven, ja. Ja. Wat denk jij over het gevecht, Lange? Ik sluit me aan bij Stefan. Ik geef hem ook aan de debutant. Ik vind het altijd interessant om te kijken hoe een nieuwe atleet het eigenlijk doet binnen de Octagon Gates.
ik vraag me soms af waarom sommige atleten het zo mooi en goed doen buiten de UFC. Worden ze in de UFC meegenomen en eigenlijk verliezen ze. Dat laat denk ik wel zien hoe hoog het niveau is. En Albert heeft zijn kans twee keer gehad, weliswaar tegen hele sterke tegenstanders. Maar tijdens zijn prestaties daar heeft hij me niet overtuigd dat hij het eens heeft om nog langer bij de organisatie mee te gaan lopen. Nee, nee. Okay. Eens. Ik ga zelf ook voor Sukhamtat. Als je zijn gevechten nog nooit gezien hebt, ga ze een KO tegen Cody Norby opzoeken. En CES MMA, een schitterende flying knee was dat volgens mij. Knijterhalde KO. Echt een geweldige KO. Nice. Zoek hem op. Tweede gevecht. Dat kwam ook tegelijk naar buiten met dit gevecht. Met het vorige gevecht is Amanda Cooper. Tough finalist. Verloren in de tough finale. Won van Anna Almos in Belfast vorig jaar. Haar eerste gevecht. Tweede gevecht was in de UFC. Tegen Cynthia Calvillo, die haar debuut maakt van Team Alpha Male. Amanda Cooper liet weten dat ze eigenlijk tegen Alexandra Albu zou vechten, een Russische. Maar die was geblesseerd geraakt, daarom dat dit gevecht pas zo laat naar buiten kwam. Stefan, wat denk je van dit gevecht? Ja, Cooper die kennen we natuurlijk ook via Tuff, hè? Die had gewonnen tegen Geugjes om het huis binnen te komen. Precies, ja. Zoals je al zei, tegen Elmo's won ze haar laatste partij. Maar ook niet echt heel erg overtuigend overigens, hoor. Ik had er stiekem wel wat meer van verwacht. Cavillo heeft onder andere in LFA gevochten. Heeft nog niet zo heel veel professionele partijen achter de naam. Drie geloof ik, maar wel alle drie gewonnen. Dus eerlijkheidshalve denk ik dat Cavillo wel met een decision aan het langste eind kan gaan trekken. Cooper heeft toch altijd een beetje moeite ook om op strawweight te komen. Dat zag je in het seizoen van Tuff ook. Ja. En ook deze keer was ze vrij laat, kwam ze binnen bij de weigh-ins. En zag ze wat mij betreft niet heel goed uit. Maar goed, dat kan natuurlijk ook gewoon vertekend zijn. Je bent daar niet bij geweest natuurlijk. Maar ja, toch denk ik dat zij toch ook wel bijna richting de langste tijd kan gaan denken. Als het zo doorgaat. Ze is niet echt heel erg overtuigend. En die Calvillo die kan nog wel eens verrast uit de hoek gaan komen, denk ik. Oké, okay. Lennart. Ik heb ook Cynthia. Okay. Cooper, het lijkt net alsof ze heeft paarse band in BJJ. Ja. Maar tijdens de wedstrijden lukt het er elke keer niet helemaal om eigenlijk alle aangeleerde technieken uit te voeren daar. Ze deed het tijdens de Tuff wel heel mooi, maar er was een kickboxer die haar probeerde naar de grond te halen. Daar wist ze goed op te focussen en de partij toen ook af te maken. Maar ik zie er eigenlijk ook niet nu winnen op de grond. En als je dan naar drie rondes kijkt, geef ik de partij wel voor Cynthia. Oké. Okay. Ik ga tegen jullie en ik ga voor Amanda Cooper. Ik weet niet. Ik vind haar staande best wel oké. Ze komt bij de familie van boxers. Calvillo, ja, is heel moeilijk te schatten. Dat is een nieuwe, weet je. Dat is gewoon heel moeilijk. Die kan ook gewoon verrassend uit de hoek komen. Dat is voor mij ook een 50-50, maar ik geef hem aan Amanda Cooper. Maar ben ook niet zeker, hoor. Dan gaan we naar de featured prelim op UFC Fight Pass. Ik denk een gevecht waar ook best veel mensen naar uitkijken. Een gevecht tussen de Australiër Tyson Pedro en de Schot Paul Craig. Ja. Allebei undefeated. Allebei hun UFC debuut gewonnen. Allebei een performance of the night ervoor gekregen. Lennart, vertel wat over beide vechters. Wat denk je? Allebei ook bijna knockie gegaan in de eerste partij. Ja. Het is een interessante partij. Het verbaast me eigenlijk dat deze partij op dit evenement staat. Ik had het misschien wel verwacht op Londen. Dat was denk ik ook wel een mooie toevoeging geweest, omdat die kaart niet zo heel sterk is. Overigens is 209 ook niet de sterkste kaart. Dat bewijst maar weer aan de bezoekersaantallen die denk ik morgen gegeven worden. Beide mannen hebben echt wel finishing rate. Op de grond zijn ze heel goed. Ze weten wel veel partijen te beëindigen. Ik geloof dat Tyson vier partijen met een submission heeft gewonnen en één met technische knockout. En Paul die zit volgens mij uit mijn hoofd op 7 submissions. Ik heb het ergens 8 submissions en 1 technische knockout. Okay. Dus dat bewijst wel echt dat ze niet wachten op de bel en de partij niet in de handen geven van de jury. En dit is echt zo'n 50 score. Ik heb echt geen flauw idee wie dit kan winnen. Ik laat me verrassen. Oké, maar als je moet kiezen. Als ik moet kiezen, dan kies ik voor de Europeaan. Oké. Okay.
Dat is goed, Stefan, jij. Ja, Pedro die heeft nog nooit langer dan één ronde in de kooi gestaan. Dus dat is al, die heeft alles in de eerste ronde afgemaakt, tot nu toe in ieder geval. Zoals Lennart zei, Paul is ook een finisher. Dus dit gaat gewoon, dit gevecht gaat de tweede ronde niet halen. En het zal erom spannen. Uiteindelijk denk ik dat iets meer ervaring van Paul de doorslag gaat geven. Maar dit gaat echt een slow partij worden, de eerste ronde. En ik verwacht niet dat, nogmaals, dat dit partij de tweede en zeker de derde ronde niet zal gaan halen. Althans, ik hoop het ook niet, moet ik eerlijk zeggen. Oké, ja, alle drie Paul crack dus. Ja. Duidelijk. Oké. Dan gaan we naar voor Amerika de FS1 prelims. Voor ons is het gewoon nog altijd Fight Pass, want we hebben gewoon alle prelims op Fight Pass in Nederland. Mark Godbeer tegen Daniel Spitz. Mark Godbeer zou eigenlijk eerst tegen Todd Duffy vechten. Todd Duffy is van de kaart gehaald voor... Niemand weet het waarom. Ik kom misschien later nog wel achter. Mark Godbeer had zijn debuut in Belfast afgelopen jaar. Daar verloor hij van Justin Ledet met een submission in de eerste ronde. Favoriet van Stefan, Justin Ledet. Spitz maakt zijn UFC debuut. Vecht vanuit Sekjitsu met Michael Chiesa, Sam Cecilia, Juliana Pena, Dat Camp. Ja, Stefan, wat denk je van het gevaar? Ja, ik was echt teleurgesteld in Godbeer in zijn debuut. Ik had echt wel verwacht dat hij van Ledet zou gaan winnen. Hij is natuurlijk ook kampioen bij Bama. Ja, klopt. Ja, in de UK inderdaad. Daar domineerde hij best wel veel partijen. En ik had ook niet gedacht dat hij zo makkelijk in die choke zou lopen bij Ledet. Dat was volgens mij ook de eerste ronde, geloof ik. Mm-hmm. Speech, 5-0 in zijn carrière natuurlijk. Gaat zijn debuut maken. Dus volgens mij 4 partijen die voortijdig wisten beëindigen. Dus uiteindelijk gaat het ook wel weer een hopelijk eerste ronde partij worden. Ik ben altijd voorstander van als heavyweights tegenover elkaar staan, dat het niet langer dan 2 ronden duurt. Dus dat hoop ik bij deze eigenlijk ook. En dan ga ik toch weer voor Mark. Van Mark Godbeer. Dat hij nu wel... zijn eerste zenuwen de wereld uit zijn. Echt voor de UFC. En dat hij dan nu... dat hij nu gewoon echt op het langste einde gaat trekken. The hand of Godbeer dus. Ik ook. Lennart. Ik heb Daniel voor deze partij. Ik vind het wel interessant. Omdat de heavyweight divisie is vaak wel een divisie waar de oudere vechters redelijk domineren. En ik vind het leuk om... Deze gast is 26, vrij jong nog. Hij heeft volgens mij 4 partijen in de eerste ronde afgemaakt. En het is, hij kan nog zeker niet meedraaien met de top. Maar ik zie hem wel als een potentiële top 6, top 5 wellicht in de toekomst. Ongeslagen, maar dat is op zich niet heel erg nieuw bij de heavyweight divisie. Vaak als ze binnenkomen, dan hebben ze wel een winning streak met 0 losses. Maar 1 klap en het is allemaal over. Ja, ik ga voor Daniel. Oké. Okay. De heavyweight divisie heeft het ook niet nodig, gewoon nieuwe mensen. Dus ja. Light heavyweight ook. Alle die beide die divisies... Gaan plat, hè? Ja. Dus het zijn een beetje bejaarde divisies geworden. Maar goed, met alle respect trouwens. gevecht. Ik ga trouwens voor Godbeer. Gevecht daarna is ook een heel interessant gevecht. Op bantamweight, Yuri Alcantara, Braziliaan. Al heel vaak in de UFC gevochten. Recent van Brad Pickett. Absoluut gedomineerd, afgebeuld in de eerste ronde. Met submission volgens mij was het. Heeft hij ook een performance voor gekregen. Bonus. Luke Sanders. Kwam op short notice de UFC binnen vorig jaar. Vocht tegen Maximo Blanco. En pakte ook de performance of the night bonus met een submission. Lennart, hoe zie je dit gevecht eindigen? Ik geef hem aan Louis. Ik denk als hij wellicht wel met een submission in de eerste, tweede ronde het afmaakt. Dat hij zichzelf plaatst voor het volgende pay-per-view evenement in Rio de Janeiro. Ik denk dat hij daar wel een mooie show kan neerzetten. Welke divisie is dit? Bantamweight. Ja. Ja, ik ben benieuwd. Hij vecht al lang mee. Ik vind het een toffe vechter. Hij heeft veel ervaring. Ik denk dat hij dat wel weet te gebruiken.
Al is Luke niet zomaar een gast hier. Die weet ook echt hoe hij moet vechten, maar we zullen het zien. Ja. Stefan? Ja, ik denk ook Alcantara dat hij gaat winnen. Ik denk dat hij Sanders inderdaad op zijn eerste verlies gaat trakteren. Vooral als hij zo vecht zoals tegen Pickett. Dat was echt een goed gevecht. Dus voor de mensen thuis ook weer echt een snelle, toffe pot zien. Dan is dat echt wel eentje om even nog een keertje terug te kijken. Ook al waren zijn laatste vier partijen niet alle vier even dominant. Hè? Ik bedoel, volgens mij had hij er 2 geworden, 2 verloren in de laatste 4. Maar hij leek wel weer echt op zijn oude topniveau te zitten tegen Pickett. En daarom kies ik voor hem, absoluut. Oké, ik ga voor de 2e keer tegen jullie aan, allebei. Ik ga voor Luke Sanders. Ik weet niet, ik geloof wel aan Luke Sanders. Ik was wel impressed met zijn win tegen Maximo Blanco en Alcantara. Ik weet niet, hij zag er inderdaad heel goed uit. Vorige keer tegen Pickett, maar ja, andere gevechten vind ik, ja, het is soms wel, soms niet, weet je. En ik denk, ja, wisselvallig. Het is heel moeilijk om te zeggen, maar voor mij een 50-50 gevecht. Ik heb er ook heel lang over getwijfeld, maar ik ga wel voor Sanders. Hij is ook nog altijd undefeated, volgens mij. 10-0 dacht ik dat hij is, of 11-0. 11-0, ja. Ja, ik ga voor Sanders in dit gevecht. Nou, dan gaan we naar de featherweight divisie. De Bosnische Amerikaan Mirsad Pektic. Ook gewonnen in Engeland, in Londen, tegen late replacement Russell Doan in de eerste ronde van submission. Neemt het op tegen Darren Elkins. Elkins, bekend om zijn sterke worstelen. Ja. Heel sterke worstelen. Heeft volgens mij recent gewonnen van Godofredo Pepe in Brazilië. En daarvoor tegen Chaz Kelly. Ja. Gewoon dominerend op de grond, vooral meestal. Ja, hoe zien jullie dit gevaar? Pektic, volgens mij nog altijd ongeslagen in de UFC. Ik weet niet, ook in zijn hele MMA-carrière. Ja, 11-0. Ja. 11-0 tegen Darren Elkins. Wel een hele moeilijke tegenstander om tegen te vechten. Echt een soort van iemand die altijd overlooked wordt, Darren Elkins. Maar hoe zien jullie dit gevaar? Lennart, begin met jou. Ja, ik had bij Darren eigenlijk het idee dat hij eigenlijk zijn prime wel een beetje had gehad. Hij was toen weer een beetje als een stoplicht aan het gaan. Hij had toen wel Mendes tegenover zich en Jeremy Stephens. Dat zijn ook niet de minste. Mm-hmm. Toen had ik eigenlijk wel verwacht van, nou, je hebt het hoogtepunt gehad. Het gaat nu weer een beetje zakken. Hij heeft het tegendeel bewezen. Hij heeft daarna 3 partijen gewonnen. Wel allemaal met een decision. Maar ik geef hem nu weer. Ik heb een beetje het idee dat nieuwe MMA, die oude moet plaats maken voor de nieuwe. Ik zeg niet dat Darren Elkins een oude gast is. Maar al die jonge talenten, die ongeslagen jonge talenten komen binnen. En die hebben echt honger naar goud. Dus ik geef hem ook aan Mirsad. Ik verwacht een decision. Elkins is te sterk op de grond om hem in een klem te pakken. En om hem te dwingen om af te kloppen. Ik zie hem ook niet knock-out gaan of technische knock-out. Dus ik verwacht wel dat het een goede partij wordt. Met een beslissing als afloop. Oké. Okay. Stefan? Ja, ik ga ook voor Pektic. Pektic is wel een finisher in de featherweight divisie. 8 van zijn 11 overwinningen, die pakte hij voortijdig. Ja, zoals je zei, Elkins, goede worstelaar. Maar ja, ik kan niet echt heel erg bekoren, moet ik heel eerlijk zeggen. De laatste 3 gevechten inderdaad via een decision naar zich toe getrokken. Ja. Ik denk dat Pektic hem wel gaat finishen voortijdig. En dan, dat zal denk ik in de 2e ronde met de TKO zijn. Oké. Ja, Elkins. Ik heb al getwijfeld, was eigenlijk eerlijk over dit gevecht. En toen zag ik die nieuwe tattoo van Elkins. En toen ging ik naar Backteach automatisch. Kijk maar naar de nieuwe tattoo, als jullie hem nog niet gezien hebben. Dat is gewoon erg. Nee, ik ga ook voor Backteach. Ik heb ook een decision trouwens. Backteach. Backteach zit ook in het momentum, denk ik. Elkins heeft ook gewoon zijn laatste gevecht, maar Backteach lijkt me meer, ja, Backteach, wat Lennart zegt, Backteach is iemand die eraan komt, weet je. En Elkins is iemand die er nog altijd staat, maar die niet echt meer die stap gaat maken, denk ik, naar boven. Dus ik hoor ook op Backteach. Ik denk trouwens dat dit gevraagd naar de pay-per-view card gaat als het wordt herindeeld. Want er staan nu nog maar 4 gevechten, dus op de pay-per-view card. Laatste gevraagd van de prelims gaat tussen Luis Henrique, KLB, tegen Martin Tibura. Komen allebei van een run af. Luis Henrique heeft gewonnen van, was dat Joachim Christensen volgens Colombo. Mij? Colombo. Heeft hij van Colombo?
Colombo heeft hij van gewonnen. Ja, klopt. Andere Deen. En Marcin Tybura heeft gewonnen met een schitterende headkick KO van Victor Pesta. Beide staan al volgens mij 3 maanden, 3 keer gepland geweest. Het gevecht gaat steeds niet door. Nu gaat het eindelijk door. Ja. Stefan. Ja, dit is weer zo'n heavyweight gevecht. Dus ik ga gewoon verder waar ik net gebleven ben. Dit moet echt binnen 2 ronden ook afgelopen zijn. Kyle Bailey verloor toen tegen Ngannou op in zijn debuut. Ja. Tybura die stond gepland tegen Lewis, geloof ik, in de Filipijnen. Klopt. Die werd toen gecanceld natuurlijk, de hele kaart. Won inderdaad via die headkick. Ja, het is, uiteindelijk gaat Tybura denk ik winnen. En hopelijk gewoon met de TKO eerste ronde. Maar het is niet het gevecht waar ik het meest naar uitkijk op deze kaart, moet ik eerlijk zeggen. Ladder. Ja, ik denk dat het een worstelpartij gaat worden. En, ik zie eigenlijk weinig. Ik heb weinig interesse in deze partij. En dat blijkt ook uit mijn kennis. Oké. Okay. Ik geef hem aan de Poolse vechter. Maar als ik als de popcorn op is, dan is dit een moment. Om bij te vullen. Al zijn de reclames van de UFC altijd wel erg traag. Dus ik zal het wel bekijken. Oké, okay, ja, ik ga voor KLB, ik ga voor de Braziliaan. Hij heeft me toch wel kunnen bekoren in zijn gevecht, wat ik gezien heb. Alleen van Ngannou verloren, maar Ngannou vind ik wel erg sterk. Ik denk dat KLB dat wel gaat winnen. Tybura tegen Johnson was trouwens ook niet om aan te gluren, hè? Nee, dat was een vreselijk gevecht, was dat. Maar die kaart was over het algemeen vreselijk. Alleen de main event van Zagreb was eigenlijk best goed. Maar, ik ga voor Luis Henrique. Ik moet ook wel. Hij liked bijna al mijn foto's op Instagram. Dus ja, weet je, waarom zou ik tegen die man zijn? Vooral als je kijkt, hè? Ja, hij verstaat toch een klote wel. Nou, dan gaan we naar de pay-per-view, naar de maincard, opener. Ik denk dat dat gaat opschuiven naar coming event trouwens. Maar goed, het is toch de opener altijd. Alistair Overeem, Nederlander. Hey, tegen Mark Hunt. Allebei voormalig K1 champions. Overeem komt terug van zijn KO-loss tegen Stipe Miocic. Een titelgevecht in, wanneer was dat? September of oktober. En dingetje, Mark Hunt. Wat is de laatste gevecht? Van Brock Lesnar verloren. Ja, tuurlijk. Een decision. Ja. No contest, hè, nu eigenlijk. Dat is eigenlijk verloren natuurlijk. Klopt, inderdaad. No contest. Hij is wel boos op het moment. Hij is heel boos. Ja. We weten allemaal dat Alistair Overeem in zijn vorige jaren ook wel eens verboden middelen gebruikte. Dus tijdens de media day face-off stak Overeem netjes zijn hand uit, maar Hunt had geen zin om die te schudden. Uiteindelijk deed hij het wel, hè, trouwens. Ja. Maar het was, ik vind het sowieso een beetje, weet je, ik ben het wel eens met Hunt dat mensen niet dat moeten doen, maar je tekent zelf je contract, man, om tegen hem te vechten. En als je dan ga je continu daarover zitten hij zegt wel, ik moet de trade tekenen, want ik heb het geld nodig voor mijn familie, dat snap ik wel. Maar om nu continu daarop te gaan zitten drukken, kijk, en zolang Overeem niet wordt gepakt door USADA deze keer, wat wil je erop zeggen? Ja, dat is ook zo. Het gaat ook al een beetje, hij draaft nu een beetje door. In het begin dacht ik van, je hebt echt een goed punt, weet je. Hij moet eigenlijk gewoon het geld krijgen van Lesnar, in ieder geval een deel daarvan. Mm-hmm. Maar hij is nu echt een beetje aan het doordraven. Nu wordt het een beetje een zeurpietje, vind ik eigenlijk. Klopt, maar ik ben er wel met hem eens dat hij zegt tegen Overeem van, ik accepteer het gevecht. Maar als later erachter komt dat eruit komt dat je positief getest hebt, moet je geld aan mij geven. Maar dat is eigenlijk een soort van gentleman's agreement, zeg maar. Maar ik ben er wel mee eens. Ja, maar tegenwoordig zie je ook steeds vaker dat atleten positief worden getest op middelen waarvan ze het bestaan niet eens wisten en dat het gewoon in een diarree-stopperpil zat die ze geslikt hebben. Het schijnt dat als je een paar sterke koffie achter elkaar drinkt en je wordt dan getest, dat je dan ook negatief uitslag kan hebben. Maar dat is echt dat vlak nadat positief. Sorry. Ja, er zijn weer ook allemaal rare middelen. Als je dit eet en dat. Maar het is ook, ik vind ook sowieso, je staat dat die dingen altijd naar buiten brengt, van statement on that. En dan staat daarvan een potentiële violation. Maar iedereen leest dat over het algemeen, laat zeggen 90%, zegt, oh, je hebt gebruikt.
Kijk maar naar Cyborg. Cyborg, ja, die werd alweer door de mangel heen genomen. Hè? Ja. Die was alweer... En dan gaan allemaal mensen over haar uiterlijk spreken. Ik vind het altijd zo vreselijk, weet je. Uh-huh. Ik bedoel, ik kijk naar vechten om te vechten, niet naar iemands uiterlijk. Maar dan is het al, ja, kijk, het lijkt op een vent en zo. Dan denk ik van, ja, doe even normaal, man. Ik bedoel, het is gewoon een topvechter. En ze slaat iedereen alle hoeken van de octagon zien. En dat doet ze al jaren. Dus ja, weet je. Maar dat is wel slecht. En je ziet dat het toch dat mensen al heel snel dat predicaat schuldig op zich krijgen voordat het überhaupt... een B-sample is getest of dat er verder is onderzocht. En ik vind dat ze wel iets te snel met dingen naar buiten komen. Maar ja, inziens. Ja, eens. Goed, Lennart. Over een maand. Ik wil niet respectloos zijn naar Mark Hunt, maar ik zie... dan stop maar. Nee, ga verder. Ik zie hem meer als een entertainment vechter. Ik voel niet meer dat hij meedraait in de top. Weet je, ja, toen mocht hij een keer invallen voor een geblesseerde... title challenger. Die verloor hij. Toen was hij even dicht bij het goud, maar nu, het is gewoon awesome als hij vecht. Het is een awesome gast. En met één stoot is de partij afgelopen. Als Overeem zo vecht als dat hij tegen Roy Nelson deed. Goed op afstand houden met kicks, jabs, zie ik Overeem de beslissing pakken. Wat hij zelf zegt, elk heavyweight gevecht is een toss-up en 50% kans. En dat is dit gevecht ook. Maar als Overeem gewoon slim aanpakt en hun niet te dichtbij laat komen, zoals hij eigenlijk de afgelopen 3-4 keer vecht, moet het geen probleem zijn voor de Riem. Oké, dus je hebt Overeem bij decision. En dan kan Mark Hunt door naar Singapore. Ja, dat denk ik ook trouwens. Ja, ja, denk ik ook. Ik weet niet of gevechten die nog op contract heeft. Iemand die vecht altijd omdat hij grijs haar heeft. Ja, dat denk ik ook. Anders verft hij ze wel grijs. Ja. Stefan. Ja, ik ga bijna zeggen uiteraard, maar ik ga ook voor Overeem. Simpelweg omdat Hunt heeft inderdaad denk ik wel zijn beste tijd gehad. Hoewel je altijd tegen die KO op kan lopen bij hem. Overeem is gewoon een andere vechter geworden. In zijn laatste 5-6 partijen, dan is hij niet meer... Hij is niet meer de demolition man, maar hij is meer zeg maar degene die probeert het tempo te bepalen, maar ook zijn rust bewaart op momenten dat hij dat moet doen. En niet meer tegen een domme stoot of trap aanloopt, zoals hij dat in het verleden natuurlijk al is gebeurd. Dus ik vind hem, hij vecht voorzichtiger, dus het is misschien minder attractief om naar te kijken, maar het is wel effectiever en dat heeft hij bewezen. En je ziet het, ja, tegen Miocic, je kan altijd ergens tegenaan lopen. Hoewel, mijn inziens had hij die partij ook gewoon kunnen winnen, zoals we natuurlijk allemaal hebben gezien. Dus ik geef ook deze partij gewoon een Overeem, absoluut. En dan wel via een decision. Ik denk niet dat... mensen zeggen, Hunt heeft een hele sterke kin en die gaat niet snel neer. Maar hij heeft best wel veel op KO en TKO verloren, als je door zijn statistieken heen loopt trouwens. Maar uiteindelijk denk ik wel dat het via een decision gaat. Want de vorige keer was het aan Overeem om Hunt in een armklem op te vangen. Ja. Verwacht jij ook een grondspel? Ik denk, het grondspel van Overeem is natuurlijk vele malen beter dan dat van Hunt. Ik denk dat ze in Albuquerque wel weer een goed gameplan tevoorschijn hebben getoverd. Dus de kans dat het naar de grond gaat is wel degelijk aanwezig, ja. Ja, kijk, ik heb altijd gezegd, als Overeem gewoon slim is, haalt hij het ook naar de grond. Ik bedoel, hij is daar niet 10 keer beter dan Hunt, want Hunt is gewoon helemaal niet goed op de grond. Dus kan niet 10 keer beter zijn als iemand dat ze niet goed is op de grond. Hij is daar gewoon beter dan Hunt op de grond. Ja. En Hunt heeft, ik denk als hij gaat staan met Hunt en hij gaat er een kickboxpartijtje van maken, tot hij van de koude kamers thuis komt, denk ik. Want Hunt hoeft er maar 1 keer half te raken op zijn kin en het is gedenkt dat het klaar is. Want Hunt heeft die kracht nog harder dan Miocic, denk ik zelfs. Ja. Dus ik denk dat hij gewoon, als hij dat gevecht slim vecht, dan moet hij daar 99 van 100 keer moet hij dat gevecht winnen als hij slim vecht, zeg je. Maar ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik hoop wel dat het minder... Kijk, mensen zeggen van hij vecht slimmer, wat jij zei, Stefan. Maar het moet wel niet zijn dat hij echt zit weg te rennen, zoals tegen Miocic. Kijk, dat vind ik echt... Het moet wel een beetje... Inderdaad. Weet je, ja, sommigen zien het als wegrennen, anderen zien het als herpositioneren. Het is natuurlijk ook aan de scheidsrechter om dat te bepalen. Die staat er natuurlijk ook gewoon bovenop. Mm-hmm. Ik denk dat het soms goed is om even te consolideren. Even weer je tempo te pakken, je positie in te nemen. En dan weer het gevecht verder aan te gaan.
Het is gewoon minder mooi om naar te kijken, want zo simpel is het ook. Je hebt mensen die, maakt niet uit waar ze staan, dan staan ze op de rand van de octagon, dan halen ze nog uit, bij wijze van spreken. Maar weet je, hij pakt het gewoon slimmer aan. En ik denk ook dat hij beseft dat het gewoon, dit is de UFC, dus je weet ook gewoon, iedere heavyweight die heeft gewoon die KO-power. En daar moet je gewoon voor oppassen. En ik, Oké. Laat decision, Stefan. Decision. Ga ik voor een submission in de derde ronde. Voor overwinning. Nice. Dan gaan we naar een gevecht waar heel veel mensen van opkeken tot hij op de maincard stond. Maar ik vond het leuk, want ik vond het twee goede vechters. Groovy Lando van Natta, ook van Jackson Wink. Had een geweldig UFC-debuut eigenlijk. Vulde op short notice in tegen Tony Ferguson op co-main event. Verloor een darst joke, maar had Tony Ferguson twee keer knockdown geslagen, dacht ik, in de eerste ronde. Zet zichzelf meteen op de kaart, won Fight of the Night daarmee. En in zijn tweede gevecht won hij van John McDessie met een spinning wheel kick KO in de eerste ronde. Was hij bij ons verkozen, volgens mij, was hij tot KO van het jaar verkozen bij ons, MMA DNA. Ja, volgens mij wel. Ja, volgens mij wel, hè. Ja. En David Temur, twee gevechten gehad in de UFC. Komt van de tough McGregor tegen Faber, waar hij in tough Europe zat, Zweed. Won van Swanson in Londen, begin vorig jaar. En won van Jason Novelli, ook met een KO, twee keer met KO gewonnen volgens mij, of TKO. Lijkt mij een leuk gevecht. Leonard, zeg het maar, Vanetta tegen Timur. Ja, dit is ook zo'n lightweight gevecht dat alle kanten op kan gaan. Interessant dat beide wel weten wat een knockout is. Je krijgt sowieso van mij al een beetje een voorsprong als je bij Jackson Wink zit. Die gameplans die zijn geniaal. En Landon van Aert is ook echt een jonge gozer, 24 jaar. Dat geef je hem niet als je hem ziet, toch? Nee, hè? Nee. Ja, ik weet ook nooit goed wat ik moet denken als ik hem zie. ik weet het niet. Ze komen gewoon allebei van een goede gym. Weet je. David die zit in All Stars. Ook geen verkeerde plek. Klopt. Het kan alle kanten op gaan. Ik denk, als ik nu kijk, helemaal nu Khabib en Tony van de kaart zijn, zou dit nog wel eens een fight of the night kunnen worden. Want Woodley en Thompson heeft iedereen al gezien. Oké. Dat gaan we morgen trouwens nog een keer zien. Maar goed. Stefan, wat denk je? Ja, Vanata is natuurlijk fantastisch. Hè? Zoals die binnen is gekomen bij de UFC, echt indrukwekkend. Ja. Maar je moet Temu moet je ook absoluut niet onderschatten, vind ik hoor. Het is een goede, gedegen vechter ook. In TUF kwam hij niet helemaal uit de verf. Volgens mij verloor hij ook ergens, geloof ik, hè? Of niet? Ja, kwart of kwart. Ja, precies. Ja, precies. Maar uiteindelijk toch weer. Hij kreeg alsnog die kans. Volgens mij na zijn laatste overwinning wilde hij graag tegen Sage vechten. Klopt. Maar Sage en de UFC die dachten van je kan roepen wat je wil, maar je gaat hem nog niet krijgen. Uiteindelijk denk ik wel dat Vanata hem gaat winnen. Maar dit wordt absoluut een leuk gevecht om naar te kijken. Twee jonge gasten die nog in de bloei van hun carrière zitten. En die er alles voor willen gaan doen om te stijgen in de rankings. Dus dit gaat echt wel een toffe gevecht worden. Ja. Oké, dus drie keer Vanata wacht het dan. Duidelijk. Even kijken. Dan gaan we naar het derde gevecht van de maincard. Rashad Evans. Rashad Evans tegen Daniel Kelly. Rashad Evans op twee keer van een event afgehaald omdat hij medical niet werd gecleared. Dat is dit keer wel goed gebeurd. Laatste gevecht waar Rashad Evans was tegen Glover Teixeira? Of is het er nog niet tussen? Ben ik niet van denken. Volgens mij was het tegen Teixeira, ja. Ja, die verloor die met KO. Heel snel. Daniel Kelly won van Chris Camozzi in Australië in november. Heeft pas één keer verloren in de UFC van Sam Alvey. Voor de rest vier of vijf keer gewonnen. Geweldig comeback gevecht gehad tegen Antonio Carlos Jr. Drie kwart jaar geleden of zo. Was ook in Australië trouwens. Wat denk ik van dit gevecht? Ik vind het een heel rare matchup. Ik weet niet waarom. Maar, ja, Stefan. Ja, ik vind Daniel Kelly ziet er echt uit als een begrafenisondernemer. Ik bedoel, hij echt zo'n pak wat dan net even iets te groot zit. Dan komt hij dan naar de persdagen toe en zo. En het is echt een grijze muis in het hele circuit. Maar ondertussen staat hij wel 5-1 in de UFC. Olympische Spelen natuurlijk, hè? Judoka is het. Ja, dus wat dat betreft, dat bedoel ik. Dus het is echt wel, hij kan echt wel vechten hoor, daar gaat het niet om.
Hij heeft ook de vierde dan zwarte band en S zwarte band BJJ. Ja, kun je nagaan. Dus qua grondwerk zit het bij hem absoluut wel goed. Nou goed, bij Evans weten we natuurlijk ook waar zijn kracht ligt. Dat hebben we de laatste jaren, wel het laatste decennium zelfs al wel gezien. Ik vind het wel respect hoor. Ik bedoel, vroeger had de man moeite om light heavyweight te vechten. En hij had wel gewoon zijn gewicht deze keer op middleweight. Dus het is dus echt heel knap. Hij zag er echt ripped uit. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat straks uit gaat pakken morgen in het gevecht. Ik denk dat er een kilootje of, het zal zijn, 8-9 bij zit. Ongeveer als hij morgen de octagon ingaat. Ja, Evans. Weet je, ik vond het vroeger altijd wel tof om naar te kijken. Zeker het, toen hij echt de light heavyweight echt furoren maakte. En vooral het gevecht met John Jones, de aanloop erna, dat vond ik echt fantastisch. Volgens mij was het de enige tegenstander waar Jones heeft toegegeven. En ik was echt bang voor hem voor het gevecht. Mm-hmm. Terwijl Jones ook niet tegen de minste heeft gestaan. Dus toen was hij echt heel goed. Maar hij is echt al op zijn retour. Dus ik vind het lastig. Ik hoop dat Evans hem gaat winnen. Gewoon simpelweg omdat ik het tof vind om Evans te zien winnen. Maar ja, Kelly, dat is wel iemand die, die gaat je naar de grond brengen. En voor je tot drie kan tellen, lig je in de armklem. Dus je moet wel oppassen. En ik denk dat het een heel close gevecht gaat worden. En hopelijk met Evans als winnaar. Oké, Lennart. Ja, in mijn ogen is Rashad Evans hoort een beetje in het rijtje bij Lyoto Machida, Chuck Liddell, Tito Ortiz. Weet je wel, de oude garde, waar eigenlijk ik, deze gasten hebben mij geïntroduceerd bij de sport. En zo zie ik Evans ook. En eigenlijk hoop ik dat Evans gaat winnen en vervolgens zijn handschoenen achterlaat in de octagon. Een waardig afscheid wat hij zeker verdient. En dan ook gewoon laat zo, niet meer naar Bellator of weet ik veel wat. Ik weet niet of het een afscheidspartij wordt, ik denk het niet. Maar als hij het verliest, dan heeft hij in 2012 heeft volgens mij iets van 4 partijen verloren, of 5 dan, en maar 2 gewonnen. Dus ik hoop eigenlijk op een afscheidspartij. Ik gun hem een mooi afscheid, maar Dan Kelly, die heeft zoveel ervaring. Die is ook nog up-and-coming vechter. Ik geef hem toch gewoon een Evans. Goed zo. Oké. Goeie opbouw, Lennart. Goeie opbouw. Ja, maar gewoon, weet je wat het is? Dat is een beetje net zo, dat heb ik al vaker gezegd. Weet je, als je een UFC of MMA fan bent, dan, je bent natuurlijk heel erg fan van de partijen, maar ook om alles eromheen. De gevechten is misschien maar 60% of 70% van al het vermaak wat ik haal uit mijn hobby MMA. En Evans ook gewoon. Die gast is gewoon lachen om te zien in zijn interviews, wat hij allemaal zegt, hoe hij doet. Ja. Ja, dat ben ik weet je, en er zit ook wat persoonlijkheid bij, dus ik hoop gewoon dat hij wint. Zal vast niet gebeuren, maar wie weet. Nou, ik sluit ook bij jullie aan. Ik ga ook voor Evans. Volgens mij heel veel mensen gaan voor Daniel Kelly. Nee, ik ga toch voor Evans, ik weet niet. Ik denk dat dit voor Daniel Kelly de eerste keer is dat hij tegen een vechter komt met echt een kwaliteitsvechter, laat ik het zo zeggen. Iemand van een hogere kwaliteit waar hij eerder tegen heeft gevochten. Ik denk dat Kelly daar moeite mee gaat hebben. Ik denk dat Evans gewoon gaat winnen. Ik hou het ook op een decision. Ik moet wel zeggen, ik vond Evans in het begin toen ik hem volgde, vond ik hem echt goed, altijd vechten, aanvallend. Ging voor de KO, ging voor de submission. Maar op een gegeven moment nadat hij zijn titel kwijt is geraakt tegen Machida, is hij altijd teruggevallen op zijn wrestling. En was het altijd worstelen, proberen de punten te scoren in de ronde. Dat vond ik wel altijd jammer op een gegeven moment. Maar ik ga ook voor Evans. Ik vind wel, Evans is wel eigenlijk, ik denk dat het een beetje nieuw is voor Dan. Evans is heel goed in hoofdbewegingen, head movement. En hij staat ook best wel diep, best wel breed. En daardoor is hij zo flexibel. Hij erin, pam pam, eruit en shoot. En hij draait eromheen. En ik ben benieuwd hoe Dan omgaat met de flexibiliteit. Ja, sorry, ik kom niet uit mijn woorden. Ik ben benieuwd hoe Dan omgaat eigenlijk met die snelheid en flexibiliteit die Evans kent. Ja, ik ook. We gaan het zien morgen. Ja, kom in die van hoeven niet te behandelen. Main event. Woodley tegen Thompson 2. Eerste gevecht eindigde dus in een, wat was dat? Een majority draw? Of was het een split draw? Nee, het was een split draw. Hij wel, ja. Nee, het is een majority draw. Majority draw, majority draw. Ja, moet wel. Ja. Ja, want dat was nog eventjes ja, klopt. De controverse natuurlijk, hè? Ja,
Omdat het namelijk twee keer draw was en eentje gaf hem aan Woodley. Precies. En toen noemden ze Woodley bij split decision, maar dat was natuurlijk een majority draw. Ja. Precies. Ja. Ja, eerste gevecht. Iedereen kan zich dat nog wel herinneren, denk ik. Die hebben we trouwens. Die hebben we samen gekeken, alleen jij was er niet bij, omdat je moest zo nodig naar theater. Ik moest een romantisch weekendje doen, inderdaad. Hoort er af en toe ook bij, hè? Overigens, dan gaan we morgen wel weer allemaal samen kijken. Het is eigenlijk wel toevallig dat Will Woodley tegen Thompson op de kaart staat. Ja, Stefan, zeg maar, wat denk je? Ja, dit is ook zo'n gevecht, dat kan echt letterlijk alle kanten op, maar dat is natuurlijk heel erg cliché. Maar ik denk uiteindelijk dat Thompson met zijn verrassende trappen en dergelijke, en als hij in ieder geval weet het gevecht staande te houden, dat dan Thompson dat langs de eind gaat trekken. Je zag dat Woodley op de grond, het is gewoon een beest. Weet je, die ramt eroverheen en er gaat echt. Die was ook, hij sloeg hem natuurlijk bijna uit, hè? Tegen Thompson. En dat was ook, denk ik, een beetje het keerpunt in de partij ook destijds. Uiteindelijk denk ik, op de een of andere manier is Woodley een beetje een gehate kampioen. Ik vind het, ik haat hem niet. Ik vind het ook niet een super attractieve vechter om naar te kijken. Hoewel die wel tegen meerdere grote, gewoon goede prestaties heeft geleverd. Uiteindelijk denk ik toch dat Thompson met zijn karate-achtergrond, gewoon met verrassende trappen en hem op afstand kan houden met zijn reach qua beenlengte, de partij naar zich toe gaat trekken. Oké, KO, sub of decision? Ja, sowieso geen sub. Ik hoop op een TKO. Maar het zal waarschijnlijk een decision gaan worden, denk ik. Oké. Lennart? Het interessante aan deze partij vind ik dat beide mannen al echt maandenlang voor elkaar aan het trainen zijn. Dus ze hebben eerst een heel trainingskamp gevolgd waar ze naar elkaar hebben gekeken van wat doet de tegenstander veel. Wat zijn zijn technieken? Toen hebben ze gevochten, dus hebben ze elkaar heel goed leren kennen. En vervolgens krijgen ze nog een keer, gelijk na dit trainingskamp, weer de kans om tegen elkaar te knokken. Dus eigenlijk zijn ze afgelopen half jaar, drie kwart jaar, zijn ze continu met elkaar bezig geweest. Van kijken we naar de stijlen. Ik verwacht eigenlijk een vrij gelijk gevecht als het eerste gevecht. Alleen denk ik dat Stephen Thompson, omdat karate is ook wel heel erg puntjes trappen. Dat het gevecht vrij gelijk zal gaan. Alleen dat Stephen Thompson toch wat meer, waar hij eigenlijk niet veel kracht en energie in hoeft te stoppen, de extra punten naar binnen haalt door zijn trappen en zijn snelle stoten. We zullen het zien. Het zal een zeer technisch gevecht worden. Ik geef de win ook aan Wonderboy. Ik vind het een toffe gast. Woodley, als je hem een beetje op social media volgt, wat zijn uitspraken allemaal wel niet zijn en rare gewoontes en weet ik veel wat. Ik vind, Wonderboy is gewoon een classy gast. Zijn technieken, die is geen andere vechter die hem dat nadoet. Ik hoop dat hij kampioen wordt. Awesome wordt hij. Spektakel. Oké. Dus twee keer Wonderboy. Eén keer Woodley. Als jij er tegenin gaat, jongen. Ja, één keer Woodley, vriend. Ik ga voor Woodley. KO, tweede ronde. Ik denk dat hij één keer goed raakt op zijn kin. En ik denk dat hij dit keer wel afmaakt. Maar maakt mij eigenlijk niet uit. Gewoon het ze allebei. Dus, het is toch een saai. Battleweight. Ik denk dat ze allebei trouwens verliezen van Damien Maia. Maar goed. Uiteindelijk is wel Maia die de jam krijgt. Weet je, GSP die gaat omhoog. Ik had hem eigenlijk wel Battleweight terug verwacht. Maar nu is Michael Bisping natuurlijk de kampioen. Ja. Ben ik wel blij voor, want anders moest Maia nog een keer wachten. En het wordt nu wel echt, is tijd dat die man een title shot gaat krijgen. Maar ja, andersom kun je het ook voor Romero zeggen. True. Maar goed, laten we nog even naar de main event van, dat was trouwens de UFC card. Laten we nog even naar het main event gaan van Bellator morgen. Gisteren werd trouwens bekend dat 50% van de Bellator-kaart niet doorging, omdat twee mensen hun gewicht niet hadden gehaald en konden niet op een catchweight overheen komen. Dus die zijn eraf gegooid geworden. Eigenlijk, de co-main event, wat staat, wat is opgeschoven, die man had ook, Fernando González, volgens mij zes pond overschrijding gehad. Maar Gertz heeft het gevecht wel geaccepteerd. Dus dat gaat door.
zijn twee gevechten van de prelims naar de maincard opgeschoven geworden. Maar laten we naar de main event, naar het main event gaan. Voor de inaugural Women's Featherweight Championship van Bellator. Marlies Koenen tegen Julia Budd. Ja. Ja, Lennart, je zegt meteen ja. Zeg het maar, wat denk je? Ja, het is bijna een feit wat op papier staat dat als partij op de grond gaat, dat Marlies Koenen het dat prima weet te beëindigen. Julia is een kickbokser, Muay Thai vechter. Heeft wel gewonnen van onze Jermaine Duranemi. Dat was al in 2011, dat is alweer een hele tijd geleden. Er is veel gebeurd in de tussentijd. Ja. Ze heeft wel verloren, eigenlijk twee verliespartijen van Ronda Rousey en Amanda. Dat zijn ook niet de minste vechters. Nee. Dat was natuurlijk een grote vuilnisbak. Maar toen nog niet. En ze is wel op een hele goede winningstreak bezig, maar ze pakt wel alles op een decision. En ik denk, want het is een lang gevecht, 25 minuten. Ja. En in die 25 minuten weet Marlies het echt wel naar de grond te halen. En als het op de grond, het gevecht op de grond is, dan weet ze het ook vrij snel te beëindigen. Dus ik verwacht dat Nederland straks zowel een UFC als een Bellator MMA featherweight kampioen kent. Oké, mooi. Stefan? Ja, cool dat je te scherp uit, hè? By the way, eens gelijk pop in de face. Normaal gesproken is dat het wat afwachtender. Ik vond er... Ik vond het ook verrassend scherp bij de MMA-hour afgelopen maandag. Ja, leuk interview. Goed interview, ja. Leuk interview inderdaad. En gewoon open. En ze zei waar het op stond. Ja, Koenen die gaat het afmaken. Die gaat Budd in de tweede ronde naar de grond brengen. En die legt de rear naked choke aan. En zoals Lennart zegt, leven we in wilde in Nederland. Hè, twee kampioenen in de twee grootste organisaties. En... er komt nog een derde bij. Moustassi die gaat ook gewoon nog even kampioen worden dit jaar, hopelijk. En Manhoef. Manhoef natuurlijk, die gaat ook... dus wat dat betreft ziet het er goed uit voor Nederland in MMA. Zoals ze vroeger bij kickboksen, en eigenlijk nog steeds bij kickboksen doen... dat gaan we ook bij MMA doen de komende jaren. Daar ben ik van overtuigd. We zijn lekker bezig in ieder geval. Ja, ja ik sluit me aan met de wens van Koenen. Ik had eerst Bad. Maar ik weet niet, ik zie Koenen wel winnen. Ik heb me van gedachten veranderd afgelopen week. Dus ik ga voor Koenen, ja. Nice. Waarom klink ik alsof ik iets te veel gezopen heb, man? De laatste drie zinnen wat ik uitsprak. Ik heb niks gehad. Maar goed. Even nog één laatste vraag. Ik ben benieuwd naar jullie mening. Stel Koenen wint de belt, hè. Denk je dat Bellator MMA een zaal of arena kan vullen in Nederland? Goeie vraag. Ik denk niet dat je naar de Amsterdam Arena moet gaan. Maar nee. Een zaal moet pakken van 7.500, 10.000 mensen. Moet lukken, man. Denk ook. Ja. Met een beetje goede marketing. En de laatste tijd doen ze dat steeds beter. Vroeger, ik vond die Bellator-evenementen vroeger altijd een stuk minder attractief. Dus ze deden daar weinig eraan. Voor mijn gevoel werden dat gewoon een paar vechters die kooi ingeflikkerd, knokken maar en klaar. Maar tegenwoordig zijn ze echt wel veel beter met marketingtechnisch gezien om een evenement te verkopen. Dus ik denk dat ze, of ze klaar zijn voor een event in Nederland. Weet je wat ze natuurlijk in Europa veel doen, is co-promoten. En in Nederland heb je nog geen promotie waarbij dat zou kunnen. Dus ik denk wel dat het kan, maar met goede marketingachtergrond wel. Ik denk dat je moet niet onderschatten dat als je een MMA-evenement in Europa doet, en in Nederland, komen ook genoeg buitenlanders op af. Weet je? En zeker een Bellator-evenement, een UFC-evenement. Als je daar een paar leuke namen op gooit, dan komen echt wel mensen op af. Ik denk dat dat wel goed komt, maar voor mijn part doe je. Je kan bij wijze van spreken hier een Bellator-evenement doen met Marlies op een Bellator main event. En dan doe je dat combineren met kickboksen. Dan heb je Denise Kielholz, heb je bij het kickboksen. Ja. Dus ja, je hebt genoeg mogelijkheden, denk ik. Ik ben benieuwd. Absoluut. Wat ik nog wel een interessant punt vind, is wat jij net zegt. Europa is heel klein, maar stel, ik denk dat dat ook nog iets waar UFC nog een beetje mee aan het spelen is. Als je in Amerika in een grote stad een evenement organiseert, dan heb je een hele brede trekkingscirkel eromheen. Ja. Maar voor wij Nederlanders gaan niet even naar Zweden om een UFC-evenement bij te wonen. Je hebt wel wat diehard fans natuurlijk. Ja. Dat het voor ons
veel verder is. De afstand is hetzelfde, maar voor de Amerikanen die denken, oh, dat is maar heel dichtbij. Ja. Weet je, terwijl voor ons is het helemaal, oh fuck, het is helemaal een Zweden, man. Dat is veel te ver. Ja, dat is gewoon een... We kijken vanuit een heel ander perspectief natuurlijk, hè. Dat is het ook. Ik bedoel, als je in Amerika bent en er staat een potje, de supermarkt is dichtbij, dan heb je nog kans dat je 1,5 uur moet rijden. Terwijl als hier de supermarkt dichtbij is, betekent dat je 4 minuten moet lopen. Want als het 5 minuten is, is het al ver, bij wijze van spreken. Dat is natuurlijk het hele perspectief waarin mensen dingen bekijken. Dat is gewoon zo. Maar een gedachte is ook raar voor mij, voor de Amerikanen, weet je. Zij hebben ook bijvoorbeeld zo'n UFC Europe account op Twitter. Hè? En ze denken ook volgens mij dat iedereen die in Europa is, ja, dat ik automatisch voor Alessio Di Chirico of voor Marvin Vettori ben van Italië. Kijk, ik ben niet speciaal voor die, omdat die uit Europa komt, weet je. Kijk, je kan me zeggen van, kijk, daar zit ik volg dat account gewoon omdat ze ook vaak announcements daarop duwen. En dan krijg je opeens een bericht. Jimmy Manoa is now in his dressing room. Dan denk ik, ja, fijn voor Jimmy Manoa. Weet je, maar dat staat niet op de, op de normale UFC. Nee, precies. Ja, maar volgens mij denken zij van dat Europa een soort van Noord-Amerika is. Dat wij ook voor alle Polen zijn en voor alle Russen. Ik ben gewoon voor degene die ik leuk vind vechten, weet je. En die ik graag zie vechten. Dat is bij mij eigenlijk die Amerikanen zijn. USA, USA, weet je. Ja, daar haat ik ook. Ik heb dat niet zo. Maar Lennart, jij bent wel een beetje pro-Europa, toch? Ja, maar dat is meer gewoon, ik vind het leuk. Weet je, je had altijd al die Amerikaanse kampioenen. Ja, dat is het. Het is leuk om wat diversiteit te zien. En je ziet het ook in stijl. Hè? Gewoon de Europese kickboksen tegen het Amerikaanse kickboksen, tegen het Muay Thai, tegen... Weet je, als je heel vaak MMA kijkt, dan zie je gewoon verschil in stands, in technieken per regio. En dat maakt het wel weer interessant. Ja, dat is waar. Dat is waar. Je hebt het over status en ik weet waar je dan over wil beginnen. Dus laten we heel snel over iets anders gaan hebben. Je vat hem al. Dit was eigenlijk de preview. Wilden jullie nog wat kwijt? Nee, ik heb zin in morgenavond met de club samen kijken. Lijkt me tof. Ja. En ik hoop toch dat ondanks het verlies van de co-main event, dat het toch nog een toffe kaart gaat worden. De kaart heeft genoeg potentie. Er is wel, helaas is in mijn ogen het leukste gevecht eraf gehaald, maar er is nog wel genoeg potentie over om een toffe avond te beleven, denk ik. Ah joh, we spelen hem gewoon op EA UFC dingen, op ja, PlayStation. Precies. Komt goed. Lennart? Ja, ik ook. Ik ben benieuwd naar het commentaar. Je hebt Joe Rogan, je hebt... Dominic Cruz. En die andere vent. John Anik. Yes, klopt. Ik ben benieuwd hoe dat uit gaat werken. 2-0-8 was... De uitslag was super, maar het evenement zelf was een beetje teleurstellend. En ik denk als je met lage verwachtingen in deze card gaat, helemaal nu de tegenvallen met Khabib en Tony eraf is, dat we ons prima gaan vermaken met deze card. Oké, laten we daarmee afsluiten. Lijkt mij een goede afsluiter. Stefan, bedankt voor... Jij bedankt. Ja, graag gedaan. Lennart, bedankt. Jij ook bedankt, Marcel. En bedankt de kijkers dat ze kijken. Ja, bedankt voor het kijken, inderdaad. Deel het. Zet het op je eigen tijdlijn. Hey, Lennart zegt dat. Doe wel Lennart zegt, zeg ik altijd. En bedankt voor het kijken. En we zien jullie volgende keer bij de preview van UFC Fortaleza Belfort tegen Gastelum. Veel plezier met kijken. Yo.